Deze keer heb ik een babydeken met een patroon van samengehaakte stokjes. Vrij eenvoudig basispatroon en daarna afgemaakt met een paar randjes met vaste rondom. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de deken ziet het patroon er hetzelfde uit. En ik ga laten zien hoe ik dat heb gedaan. Ik heb voor dit dekentje de volgende informatie opgeschreven. Welke maat ik heb gemaakt. Maar je kunt het patroon eenvoudig aanpassen naar een andere maat. Dan gaan we beginnen. De wol die ik trouwens heb gebruikt is Ibiza wol. En die heb ik ooit bij de Aldi gekocht. Daar hebben ze wel eens af en toe hele leuke aanbiedingen met van die zakjes, pakketjes met wol. Met 4 mm. Ik ga een klein lapje maken als voorbeeld. En dat doe ik met gave van de Action. Een hele mooie kleur, zacht roze is dit. En een dikke naald hoort daarbij, naald nummer 10. Maar als je hem voor een babydeken zou gebruiken, dit patroon, zou ik kiezen voor een iets dunnere wol en een dunnere haaknaald. We beginnen met een opzetlusje voor op de naald. Maak een lusje. En dan de draad ophalen. Hop. En dan ga je een opzetketting maken in groepjes van 2. Dus je telt tot 2 iedere keer. 1, 2, 1, 2. En dan kun je de ketting zo lang maken als je wil. Kijk even voor de maat van jouw deken. Zoek die even op het internet. Bijvoorbeeld voor een bedje, voor een wieg, wandelwagen, voor de maxi cozy heb je allemaal andere standaardmaten voor. Kijk even op de site van een babywinkel en dan weet je zo welke maat je nodig hebt. Nou, dan maak je deze ketting net zo breed als jouw project moet worden. Ik heb een klein stukje van 16 steken en dat is breed genoeg om het uit te kunnen leggen. Als jouw ketting lang genoeg is, maak je nog 2 losse extra om de draad omhoog te halen. En dan gaan we beginnen in de 4e losse vanaf de naald. Dus 1, 2, 3, 4. Daar gaan we de eerste 2 samengehaakte stokjes in maken. Je slaat om. Steek in. Deze steek in. Je haalt de lus op. Omslaan en onder 2 lussen. Sla je de draad om. Ga je in de volgende steek een draad ophalen. De 4 lussen op je naald. Omslaan door 2. Omslaan door 3. En dan zijn dit de eerste 2 samengehaakte stokjes met 2 losse om de draad omhoog te halen. Daarna maak je een losse. En dan ga je in de volgende 2 steken hetzelfde doen. Dus omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, onder 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, onder 2, omslaan en onder 3 om de steken af te maken met 1 losse. Nog een keer voordoen. Want je moet hem even onder de knie hebben en dan is hij zo simpel. Volgende steek. Omslaan, draad ophalen, onder 2. Omslaan, draad ophalen, onder 2. Omslaan, onder 3. Met een losse. Ik zal hem nog 1 keer doen en dan ga ik niks zeggen. Misschien kun je hem zelf wel. En een losse. Gelukt. Nou, dan kun je hem verder afmaken tot aan het einde van jouw losse ketting. Ik ben al op het einde aangekomen. Na die laatste heb ik nog een losse gedaan. En dan heb ik hier nog 1 steek over. Zie je, dit is de laatste steek. En hier zit de knoop van het opzetten.
Dan ga ik in die laatste steek één gewoon stokje maken. Dan is de eerste rij compleet. En wat ik dan altijd doe, is kijk hier bovenop. Deze steek is van je eerste twee samengehaakte stokjes. Hè? En daarnaast komt de laatste steek als we dadelijk terug gaan haken. Dus dan vind ik het fijn om daar even een markering in te zetten. Zo. Je kunt natuurlijk ook als eerste rij, als eerste basisrij, gewoon een simpele rij met alleen maar stokjes haken. Zodat je een mooie boord krijgt aan de bovenkant van je deken. En daarna begin je dan met dit patroon. De volgende rij maken we 3 lossen. 1, 2, 3. En dan draai je je werk om. Dan gaan we hier in deze opening en in deze opening 2 stokjes samenhaken. Wat draad erbij pakken. Dus draad omslaan. Onder de eerste opening door. Onder 2 lussen. Omslaan. De volgende opening. Onder door. Onder 2 lussen. Onder 3. En een losse. Dan in deze opening en in die opening. En hier zit net, die hebben we net al een keer gebruikt. Dus daar gaan we de eerste draad ophalen. En dan weer hier. En dan lossen. Nog één keer. Deze hebben we net gebruikt. Nog een keer draad ophalen. Volgende opening van die losse ruimte. En zo ga je door naar het einde van jouw rij. Zo, ik ben weer op het einde. Staat de steek met een losse. En dan hebben we hier die steek nog waar dat speldje in zit. Daar ga ik het laatste stokje in maken. Vind ik het mooiste om onder 2 lussen door te steken, als het lukt. Zo. Einde van rij 2. Maak je weer 3 lossen en dan ga je dit herhalen. Lapje omdraaien, iets hoger zetten. En dan weer hier in die eerste opening beginnen met je samengehaakte steek. En ik denk dat je hem nu wel door hebt hoe die moet. En dan is hij echt zo leuk om te doen. Ook heel erg snel. Je kunt hem overal mee naartoe nemen. Ik zie dat ik met deze rol toch weer een heel ander effect krijg als met, als met het voorbeeld van het blauwe dekentje. Dat was met 4 mm gemaakt. Nou, misschien kun je hier, kan ik hier een sjaal van maken of zo. Ook leuk. Nou, dit was het eigenlijk. Je kunt gewoon blijven herhalen. Dat ga ik ook doen voor een aantal rijen. En daarna kom ik dan nog terug om een randje eromheen te maken. Ja, tot zo. Ik heb een aantal rijen verder gehaakt. En het randje eromheen ga ik bewaren voor in mijn volgende video. Want ik ga binnenkort op vakantie en ik heb geen tijd meer om het stukje nog te filmen. Maar voor nu kunnen jullie dan alvast dit stukje kijken. Kun je vast vooruit met het maken van je deken of je lap. Of wat je dan ook gaat maken. En dan
kom ik snel weer terug met, met de afwerking van dit dekentje. Nou, veel plezier met maken en ik zie jullie snel weer. Doei doei!